Wat doe jij bij een noodsituatie? Ontdek je een beginnende brand? Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen. Druk op een handbrandmelder. De handbrandmelder waarschuwt de bedrijfshulpverleningsorganisatie, BHV, die snel ter plaatse zal komen om te helpen. Probeer de brand te blussen met een deksel op een pan, een blusteken of een brandblusser. Sluit deuren en ramen. Breng de mensen in de ruimte naar een andere kamer. Luister goed naar de aanwijzingen van de BHV'er. Gaat het alarm af? Dan kan het gebeuren dat BHV'ers je vragen om het gebouw te verlaten. Volg altijd de instructies van de BHV'ers op. Sluit ramen en deuren. Neem alleen noodzakelijke spullen mee en help anderen om het pand te verlaten. Verzamel op de aangegeven plek buiten het gebouw. Daar wordt gecontroleerd of iedereen aanwezig is. De locatie van de verzamelplek staat in het bedrijfsnoodplan. Voelt iemand zich niet goed? Handel dan direct. Vraag een collega om de BHV te waarschuwen. Controleer de ademhaling en het bewustzijn van de persoon. Is er een ambulance nodig? Bel deze dan direct en geef de locatie door. Zorg dat er iemand bij de ingang van het gebouw staat, zodat ze de hulpverleners naar de juiste plek kunnen leiden. Zorg dat je op de hoogte bent van het bedrijfsnoodplan op de locatie waar je werkt. Deze vind je online, maar ook op de werkplek. Kijk hoe het gebouw in elkaar zit en waar de nooduitgangen zijn, waar je blusmiddelen en de handbrandmelder kunt vinden en hoe je de BHV kunt oproepen. Zo ben je goed voorbereid. Is er een noodgeval? Houd het hoofd koel en kom in actie. Let op de mensen om je heen. Misschien kunnen zij helpen of hebben ze hulp nodig. Samen zorgen we ervoor dat iedereen veilig is.